Welkom bij Wii Party. Met dit keer één speler. Ja, geen idee. Maar we gaan minigames gaan. Solo missie. We hebben een minigame uitdaging voor één speler. Denk goed naar welke kant je kiest. Nee, fout. Makkelijk of gemiddeld? Doe gewoon gemiddeld. Ja. Wil je de regels horen? Ja. Solo missie speel je in je eentje. Door het voltooien van minigames probeer je het einddoel te bereiken. Elk level op de route is een ander minigame. Om verder te komen moet je minigames winnen. In de minigames voor 4 spelers is de derde woorden voldoende. Eindig je als laatste of verlies je een minigame, dan ga je level terug. Ook verlies je dan een van de hartjes. Ben je allemaal kwijt, dan heb je pech. Dan is het echt game over. Probeer de bal voor jezelf nog hoger te leggen. En tijdens de minigames gelijk nieuwe records neer te zetten. Op gemiddeld zijn er 10 levels. Ben je klaar voor? Veel plezier. Oh, echt een jankerbalken. Ook al ben ik zo goed in zandstrandsprint. Nou ja. Ja. Goed, één richting zo'n keer. Jaag op de tegenstanders. Jaag je tegenstanders op en probeer hun doelwit op hun rug te raken. De speler die als laatste overblijft, wint. Voorbeeldje. Hey, eerste. Dun 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 dun. Prima, Joren. Omdat ik eerste ben, heb ik 10 punten verdiend. Is je gelukt, dus we gaan naar het volgende level. Dat is reddingshelie. Vlieg je met je helikopter boven de rondrennende Miepers en haast je de Pixar er zoveel mogelijk op. Nou, oké. Leuk karretje. De tweede. Maar ja, moet minstens de derde zijn. Tweede plaats. Dus 5 punten. Als ik derde ben, krijg ik 1 punt erbij. Dus dat is wel goed. Dus. Zet moment op van onderen. Wat is dat? Oh, ruimte gevecht. Puzzelgrensel, Megaton, Keukenprins, maar ja, van onderen. Minigame 1 tegen 1. Hak een enorme boom om met je bijl. Wie de speler die de boom weet te vellen, is de winnaar. Nou, gewoon hakken. En hoe verder naar achteren is, hoe harder de knal. Als je zo'n fluitje ziet, dan is het lekker hard. Mooi. Oh,
wacht even, het is afgelopen. Zo grappig. Weer 10 punten. En anders moest ik weer een level terug natuurlijk. Oké. Dus we gaan naar het volgende level. Oké. Oké. Ruimtegevecht. Dat is ook zo. 900 punten, vrees. 1000 euro. Ik twijfel, ik ga 1000 euro. Oh ja, bij die hartjes krijg je een extra hartje. Dat lijkt me wel duidelijk. Ik draai gewoon mijn afstandsbediening mee. Dat is ook wel makkelijk. Goed, ik ben de eerste. Oh! Dit wordt spannend. Oké. Yay. Eerste. Mooi, 10 punten. Mooi, diep zitten. Oké, mooi. Oké, wat ga ik doen? Dat de vliegende fruit. Precies. Oh. En mee dan de keukenprins. Keukenprins. Oké, je moet je gewoon zo snel mogelijk hakken. Klinkt te makkelijk, maar je moet ook echt snel als je van de anderen wil winnen. Ah, laatste! Ben je slecht hier geworden? Ja, in het begin heb je 3 hartjes, dat is ook wel mooi. Dan maar meegeton. Oh ja, de ton mag niet op je hoofd vallen, maar wel zo dicht mogelijk. Nou ja, als we hem helemaal daar doen. Ik kan het ook doen dat hij precies 0 centimeter er vanaf is. Dat is ook heel knap. Dat is mijn broer wel vaker gelukt. Ruben, ja, ik ben Joren. Degene die altijd spullen 2 is. Daar krijg ik gelukkig een extra hartje. Level 5 voltooid. Ik ben op de helft. Aan het eind is elk hartje 10 punten waard. Ben ik de een of... Ja. Goed. Ik moet het fruit zien te tellen. En ik moet de kersje tellen. Ja. Welke langs vliegen? Veel langs vliegen. Ik kan nog veranderen, maar dat ga ik niet doen, dan wil ik geen risico lopen. Oké. 12, juist. Nou, welke ga ik doen? Stapelgek of stormraam? Dit is preparatie, slingersprong en... Goed, oké. Maar dit is einde part. Dag, oké.